Het Mediaforum. Doen we vandaag met Roos Slikker, is journalist en columnist bij de Nieuwe Pers. En vanaf 17 oktober bij het Parool. Hartelijk welkom. En Tjeu Vaassen, eindredacteur bij het Financieel Dagblad. Ook hartelijk welkom. Dank je. En vandaag zijn er opnieuw 9 mensen overleden aan borstkanker. Dat stond in de advertenties van Pink Ribbon, die eruit zagen als een krantenartikel. De reacties daarop zijn nogal gemengd. Mensen zijn boos. De campagne leek te veel op een gewoon artikel, zeggen die dan. En de afzender was niet bekend. Deel jij die verontwaardiging, Roos? Nee. Ik dacht echt, toen dat gisteren bekendgemaakt werd, en toen werd er heel opgewonden over gedaan op Twitter. Ik dacht alleen maar, ja, duh. Het leek mij niet echt een standaard nieuwsbericht als er in de krant staat dat er van, er stond iets van, vandaag zijn er opnieuw 9 vrouwen overleden aan borstkanker. Dat is helaas de droevige waarheid, maar dat weten we natuurlijk wel. Wist jij wel gelijk wie de afzender was? Nou, ik vermoedde wel dat het een of Pink Ribbon of het KWF of iets dergelijks inderdaad, dat de afzender was. Het leek me overduidelijk. Ja, vond jij terecht dat mensen verontwaardigd waren, Tjeu? Nee, ik heb het alleen voorbij zien komen. Dat is me blijven hangen, dat gegeven van die 9 doden per dag. En dat is iets wat me dan bijblijft voor lange tijd. En dat vind ik wel interessant. Vervolgens heb ik er eerlijk gezegd ook niks mee gedaan. Dus het komt voorbij, ik registreer het. En ik zie inderdaad in 1 oogopslag dat dit van een goed doel komt, zonder dat ik meteen registreer welk goed doel. Het is wel een duidelijke verandering in hun aanpak. Zij waren bekend van de grote feesten. Hè, en die proberen op die manier dus aandacht voor borstkanker te krijgen. Nou ja, dit is iets heel anders, want er was veel kritiek op die andere aanpak. Wat vind je hiervan, Tjeu? Daar vind ik eigenlijk niet zoveel van. Nee, sorry. Ik kan me voorstellen dat ze iets veranderen. Ik denk dat het buitengewoon verstandig is. Ik denk dat de hele, we vieren een groot feest en wij lichten alle gebouwen roze uit vanwege de borstkanker. Dat vond ik altijd enorm misplaatst. En Pink Ribbon heeft nogal wat reputatieschade ondergaan. Dus die zullen daar ook iets aan moeten doen. En ik denk dat als je dan dat wil doen, dan moet je jezelf zo serieus mogelijk en zo feitelijk mogelijk profileren. Nou, dat hebben ze heel letterlijk genomen. Door gewoon met cijfers op tafel te slaan. Want de kritiek was toen ook dat ze eigenlijk maar heel weinig aan onderzoek deden. Hè? Ja, die kritiek was er ook. Nou ja, dat probeerden ze nu dan dubbel en dwars te laten zien van dat ze hun cijfers op een rijtje hebben. Ja, Tjeu, want we hebben onlangs dat gedoe gehad rondom Altu 6, hè, met die voormalige baas daar, die dan via een omweg zich liet betalen. Daarvoor was al die kritiek op Pink Ribbon. Wat is dat met al die goede doelen? Je moet toch ook steeds weer uitkijken waar je dan je geld aan uitgeeft. Nou, ik vind, er is toch geen sprake van dat hier geld aan de strijkstok is blijven hangen of verkeerd terechtgekomen. Het is een andere manier van marketing, waarbij ze nu het over een andere boeg gooien. Nou, Roos heeft zojuist volgens mij perfect uitgelegd de logica die erachter zit. Dus ik vind er eigenlijk helemaal niks mis mee. Nee. Jij ook niet? Nee. Nee. Nou, prima. Dan gaan we zo meteen doorpraten over andere zaken. Laten we het eens over de publieke omroep hebben bijvoorbeeld. En al die spotjes die daar worden uitgezonden. Gaan we zo meteen doen in deel 2 van het Mediaforum. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS Journaal, Dorald Megens. Over die spotjes gesproken, NPO-baas Henk Hagort zegt dat de spotjes op de publieke omroep met kritiek op de bezuinigingen niet stoppen. De VVD wil dat staatssecretaris Dekker de NPO sommeert om te stoppen met het uitzenden daarvan. Hagort zegt dat ze worden uitgezonden in de zendtijd waarin omroepen hun eigen spotjes mogen uitzenden. En over de inhoud daarvan gaan de partijen niet. Het contrast tussen stad en platteland neemt de komende jaren toe. Tot 2025 groeit de Nederlandse bevolking volgens het CBS naar 17,4 miljoen mensen. Jongeren trekken naar de stad voor studie of werk en daardoor groeien steden uit tot metropoolregio's. De Italiaanse politie heeft 7 bemanningsleden opgepakt van een visserschip dat gisteren voor de kust van Sicilië vastliep. Zouden vluchtelingen die op de boot zaten van boord hebben geslagen. 13 vluchtelingen zijn verdronken. Om van een zandplaat los te komen zou de bemanning van het schip de vluchtelingen hebben gedwongen van boord te gaan. En daarbij zijn knuppels en messen gebruikt. En de politieke onenigheid in het Amerikaanse congres over de begroting heeft ook gevolgen voor de militaire Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Zolang de onenigheid aanhoudt, blijft de begraafplaats in Limburg dicht. Net als veel andere Amerikaanse overheidsdiensten in binnen- en buitenland. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Door werkzaamheden staat er file op de N280, Weert richting Roermond. Tussen Hoorn en Roermond, 3 kilometer. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum met Roos Slikker is journalist en columnist. En Tjeu Vaassen is eindredacteur bij het Financieel Dagblad. Ja, VVD-Kamerlid Matthijs Huizing die komt in opstand tegen die spotjes van de publieke omroep, tegen de bezuinigingen. Het stoort zich eraan en vindt ze publieke omroep onwaardig. De grote baas van de NPO, Hagort, heeft dus vanochtend gezegd dat hij gewoon doorgaat met het uitzenden van die spots. Tjeu Vaassen, terecht dat die spotjes blijven?
Nee, het verbaast me niks overigens dat hij mee doorgaat. Dat is natuurlijk nu de ophef voor onze staat alleen maar een bevestiging van een succes. Maar ik vind dat ze zouden moeten verdwijnen, want ik vind dat de publieke omroep hiermee misbruik maakt van zijn machtspositie. Er zijn tientallen, zo niet honderden instellingen en allerlei zorgclubs die getroffen worden, de bezuinigingen, die niet in een bevoorrechte positie zitten dat ze op radio en tv daar uitgebreid verzet kunnen organiseren. Dus ik vind dat de publieke omroep daar veel terug ermee zou moeten zijn. Prima dat ze gaan demonstreren, maar wat dus op 9, over een week is er een demonstratie in Den Haag van medewerkers van de publieke omroep. Maar ik vind dit misbruik van je machtspositie. Maar je mag als publieke omroep dus niet laten weten dat die bezuinigingen gevolgen kunnen hebben voor bijvoorbeeld programma's aan je kijkers en luisteraars, vind jij? Nou, dan moet je dat op andere manieren doen. Ik begreep dat de suggestie was van dit VVD-Kamerlid dat dan de omroepmedewerkers allemaal geld op tafel leggen om reclamezendtijd te kopen bij de Ster. Vond ik eigenlijk wel een goeie. Nou ja, maar dat is dus al een misvatting, want het wordt gewoon uitgezonden op momenten waar normaal gesproken programma-reclames worden uitgezonden. De gedachte hierachter is dat als de brandweer in verzet komt tegen de bezuiniger op de brandweer, dan moet de vakbond van de brandweerlieden, dan moeten brandweerlieden zelf die marketingcampagne betalen. En nu betalen de omroepmedewerkers helemaal niks voor een zeer uitgebreide reclamecampagne voor hun verzet, omdat zij getroffen worden. Er zijn miljoenen mensen die door de bezuinigingen getroffen worden, ja, en die niet in deze bevoorrechte positie zitten. Maar goed, dat wordt ook niet ontkend. Alleen, volgens mij, de misvatting is dat dit geld uit publieke middelen zou komen. Dat is dus niet waar. Want het geld wat ervoor uitgetrokken wordt voor die spotjes, dat komt gewoon van de verenigingen, van de omroepverenigingen, waar leden hun lidmaatschapsgeld betalen, daar wordt dat dan van betaald. Puur, wat vind jij van die spotjes? Nou ja, puur alleen al het feit dat je dit zo uitgebreid uit moet leggen geeft al aan dat er toch iets problematisch aan de hand is. Nou ja, dat komt ook omdat er wordt heel veel nagepapegaaid. En ik bedoel, ja, maar zo gek is dat niet. Nou ja, nee, maar goed, dan mag je dat er ook tegenoverstellen. Nee, je mag er zeker iets tegenoverstellen, maar wat ik wil zeggen is, het is natuurlijk niet zo gek dat als ik opeens een reclamespotje van de publieke omroep krijg en ik niet meteen weet van welke middelen dat betaald wordt. Het is een actiespotje. Ik weet niet dat bijvoorbeeld in de plaats komt. Dat hoorde ik eerder gezegd pas net. Voor bijvoorbeeld, kijk naar de NCRV-spotje, zou ik maar zeggen. Waar we wel aan gewend zijn. Er komt iets anders bij. En dat is namelijk dat ik me afvraag hoe effectief het is. Simpelweg als consument word ik de hele tijd nu om mijn oren geslagen met het feit dat er bezuinigd moet worden bij de publieke omroep. Ik krijg straks allerlei programmamakers die willen dat ik stem op een televisiering. Het een heeft niks met het ander te maken, hoor. Daar gaat het niet om. Ik zie jou kijken. Ik ben benieuwd waar dat naartoe gaat. Nou, het feit is dat je voortdurend opgeroepen wordt als luisteraar. En ik moet eerlijk zeggen, ik word daar wel een beetje moe van. Ik wil gewoon naar de radio luisteren of naar de televisie kijken. Zonder dat ik opgeroepen word om iets te doen of ergens iets van te vinden. Maar dat gewoon naar de radio luisteren en gewoon naar de tv kijken, dat is nou juist het punt steeds. En daar wordt, denk ik, te makkelijk aan voorbij gegaan. Want we zijn hier niet zo echt van het actievoeren. En nu doen we dat eens een keer. Dan komen we een beetje op voor onze eigen, dingen. Demonstreren en als je zo'n reclameuiting hebt, koop gewoon reclamezendtijd. Maar nu komt het in plaats van nuttige informatie, dat er misschien een interessante documentaire was. Die was normaal gesproken uitgezonden. Dan was ik daarop geweten. Had ik geweten van een interessante documentaire. Nu krijg ik weer een oproep om een petitie te tekenen. Ja, dat stoort me. En ik ben het met Roos eens. Ik denk dat het averechts werkt. Dat er, we hebben eerder al gemerkt dat er een zekere antipathie in Nederland is tegen de publieke omroep. Waarom is dat, denk jij? Ik denk dat het voor een deel door de zelfingenomenheid komt. Er straalt een zekere ingenomenheid uit. Dat hebben we eerder ook gezien met de campagne hiervoor, waarbij veel televisiemakers vertelden hoe goed hun eigen programma's waren. En ik denk dat het ook komt doordat mensen zien dat heel veel programma's eigenlijk geen publieke functie hebben, maar gewoon entertainment zijn. En dat vraagt om een inhoudelijke discussie. Je ziet het denk ik bij die televisiering ook. Ik moet je even schuldig blijven welke programma's daarvan genomineerd zijn, maar ik weet vaak niet of dat programma's van de publieke omroep zijn of dat wat programma's van de commerciële zijn. Wat is het verschil tussen Wie is de Mol en Expeditie Robinson? Maar ben jij ook zo kritisch op de publieke omroep? Ja, vind je dat die te weinig aan wat dan programma's zijn die bij de publieke omroep thuis horen? Nee, het is natuurlijk een oude discussie, maar ik vind inderdaad wel dat het. Ik vind het bijvoorbeeld erg jammer dat om 8:30 inderdaad een show-achtig programma uitgezonden wordt en die prachtige documentaire waarvan ik weet
dat de documentairemaker daar een jaar lang, of misschien wel jarenlang research voor heeft gedaan, toch weer naar de randen van de nacht verdwijnt. Ja, goed, dat wordt in ieder geval in de nieuwe prioriteiten is dat bijgesteld. En Nederland 2 is bijvoorbeeld voor documentaires. Terwijl op Nederland 1 je dan die programma's ziet die jij niet noemt. Ja, maar ik zou echt niet weten wat Boer zoekt vrouw nou per se bij de KRO te zoeken heeft. Nou ja, dat is grappig dat voorbeeld zit voor aangegeven. Ja, ik ben nu net een soort woordvoerder van de publiek omroep, maar ik ben... volgens mij in deze rol gedwongen. Ja, dat is soms best vervelend, maar ik doe het met verve, want ik werk met echt heel veel plezier voor de publieke omroep. En alleen al bijvoorbeeld omdat er hier heel veel talent wordt opgeleid en dat uiteindelijk straks heel veel geld gaat verdienen bij de commerciële. Maar volgens een Boer zoekt vrouw, dat voorbeeld wordt heel vaak aangehaald. Toen dat programma vanuit Engeland hierdoor iemand werd opgepikt, is het aangeboden bij alle commerciële omroepen. Niemand wilde het hebben. Die zeiden, ja, veel te saai. De KRO doet dat, maakt daar een mooi programma van. Dat levert 5 miljoen kijkers op. En nu zegt iedereen ineens van, ja, dat kan ook wel bij de commerciële. Nou ja, ik zie niet helemaal in wat de publieke functie is van Boer zoekt vrouw. Behalve dan de boer op de kaart zetten? Ik heb geen idee. Nou ja, gewoon je vermaak, toch? Ja, je wilt toch ook... Nou, vermaak, het is gewoon een mooi programma, denk ik. Waarin ik zeg ook niet dat ik er elke week naar kijk. Maar het is gewoon een mooi programma wat de kans heeft gekregen bij de publieke omroep. Tussen een zware documentaire en een informatief belangrijk programma. Ik noem maar wat. Maar onder de streep blijft volgens mij toch gewoon de vraag, wat is de publieke functie van dat programma? Hoe hebben wij een publieke taak om te zorgen dat eenzame boeren aan een huwelijkspartner komen? Ik denk dat dat geen publieke taak is. Wel. Nee, maar goed, het is ook een programma over het leven zelf. En je krijgt een inkijkje in hoe die mensen omgaan. En dat gaat aan de hand van een soort datingprogramma. Ja, maar goed, het is wel grappig dat SBS een spin-off daarvan maakt, waar geen hond vervolgens naar kijkt. Maar goed, daar gaat het even niet om. Ja, maar dat komt omdat dat Boer zoekt vrouw al bestond. Maar en ik vind een programma over het leven zelf, dat vind ik wel heel algemeen. Daar kunnen we echt alles onder scharen. Nee, maar goed, je hebt toch ook documentaire over iets waarvan je denkt, ja, oké, dat zal wel. En dan wordt zo iemand gevolgd en dan is dat interessant, toch? Dan is dat interessant. Maar het Boer zoekt vrouw is buitengewoon laagdrempelig. En overigens zeer vermakelijk. Ik ben er dol op, hoor. Daar gaat het niet om. Maar ik zie niet heel erg in waarom dat met publieke gelden gemaakt zou moeten worden. Ik denk dat uitstekend commercieel uit te baten zou zijn. Ja. Maar goed, dan nog even de andere kant van het verhaal. Want dat is wat Tjeu ook eigenlijk zegt. Meer publieke programma's waarvan je zou verwachten dat die op de publieke omroep komen, dan wordt het ook misschien wel een beetje een elitaire omroep. En nu is de opdracht steeds, het moet voor een breed publiek zijn. Dus jongeren, ouderen en alles wat daartussenin zit. Ja, daar heb je een punt, denk ik. Dat vind ik dat je zeker een punt hebt. Dat gaat heel moeilijk samen. Dus ik vind het bereiken van een breed publiek kun je prima aan de commerciële omroepen overlaten. Dus dan zou de politiek daar, in ieder geval de opdrachten daar Hilversum toe, die moet veranderen. Ja. Wat jou betreft. Ja, wat mij betreft wel. Nou, de programma Alsof de Wereld Draait Door wordt vaak genoemd. Zeker vanwege het salaris van de presentator. Want ik niet weet wat hij verdient, maar ik vind het allemaal prima. Gisteren lieten zij een totaal afwijkend iets gebeuren. Namelijk aandacht voor het 125-jarig bestaan van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Orkest zat daar, speelde. En we kregen uitleg over hoe het daartoe gaat. Wat vond je dat typisch publieke omroep? Ik vond het fantastisch. Echt fantastisch. En ik hoor net dat er 900.000 mensen ruim naar hebben gekeken. Dus elitair, dat valt reuze mee. Blijkbaar willen er wel heel veel mensen naar kijken. Maar de kans is vrij klein dat zo'n programma bij RTL of bij SBS te zien was geweest. En nu was het was een beetje, ik heb het vanmorgen even teruggekeken, het was een beetje Hosanna en wat is het allemaal, alles was heel erg geweldig. Maar aan de andere kant, klassieke muziek op zo'n manier toegankelijk maken voor een groter publiek, ja, dat vind ik nou echt publieke omroep. Tjeu? Ja, daar ben ik het mee eens. Vond ik knap gedaan. Ik hoorde ook dat de kijkcijfers zo hoog waren. Het zal waarschijnlijk voorlopig eenmalig blijven. Maar ze hebben lef getoond. Het was verrassend. En ze zijn ervoor beloond. Ja. Nog een laatste dingetje. Dat is het rapport waar we net even met Julia Rijksman over hadden. Waarin staat dat als er dan wat moet gedaan worden aan de inkomsten van de publieke omroep, dan maar meer reclame. En misschien ook wel programma-onderbrekende reclame. Voorbeeld wordt ook bijvoorbeeld 3FM genoemd, de popzender. Waar dat dan makkelijk zou kunnen. Zou je dat een goed idee vinden? Nee, dat vind ik een dwaalweg. Ik vind dat er niet meer geconcurreerd moet worden met de commerciële door nog meer reclameinkomsten op te halen. Ik vind dat er minder uitgegeven moet worden door de publieke omroep. En zorgen dat je dus echt... Ik luister ook liever naar een reclamevrije omroep, een reclamevrije radiozender. Daarvoor stem ik af op de publieke omroep. En daarvoor betaal ik ook een deel belasting. Ja. Zou je bereid zijn om meer belasting nog te betalen voor een goede, sterke publieke omroep, op jouw manier ingeregeld, met alleen maar eigen publieke programma's, en dan geen reclame erop?
Nee, dat is volgens mij eigenlijk op dit moment niet nodig. Want je ziet hele andere ontwikkelingen waarbij je betaalt voor pay-per-view. Waar je uitstekende films en documentaires kunt kopen per stuk. Nu bij Netflix gaat dan komen. Mm-hmm. Door de hele digitalisering. Ik ben bang dat dat heel lastig is voor de publieke omroep om daar tegen te concurreren. Maar ik kan gewoon heel selectief nu zijn wat ik kijk en hoeveel ik het bereid ben te betalen. Roos, zou jij bereid zijn om meer geld te betalen via de belasting dan voor een publieke omroep, waar dan geen reclame op is, zoals bijvoorbeeld de BBC? Die reclame stoort me niet enorm. Als het meer reclame zou moeten gaan worden, gaat het me wel storen. Dus dan is het antwoord ja. Oké. We gaan naar de Volkskrant. Het artikel van China-correspondent Anne Meidam in de Volkskrant van vandaag lijkt sterk op een stuk van persbureau Reuters, dat zondag is verschenen. Er wordt zelfs hier en daar geroepen dat het plagiaat is. We hebben even gebeld met de hoofdredacteur van de Volkskrant, Philippe Remarque. Plagiaat is het niet, want hij heeft heel veel eigen dingen toegevoegd die niet in het Reuters-stuk stonden en die heel interessant waren. Hij heeft ook een eigen hoogleraar gebeld om commentaar. Dus het is een beetje van de correspondent en een beetje van Maggie. En dat is op zich een manier waarop correspondenten wel vaker werken. Maar omdat de bron voor het oorspronkelijke verhaal toch vooral Reuters was, die allerlei anonieme functionarissen citeert, had het absoluut toegeschreven moeten worden. Tjur, wat vind je van als je dit hoort? Prima reactie van Remarque. Hij valt zijn correspondent niet volledig af, maar toch wel een eindje door te zeggen een beetje van de Volkskrant en een beetje van Maggie. Ik denk dat hij niet anders kan. Ik heb beide stukken gelezen. Duidelijk is dat de Volkskrant correspondent zwaar op het Reuters-stuk leunt. Hij citeert een woordvoerder van de Human Rights Watch, wat hij letterlijk van Reuters heeft overgenomen, zonder dat hij dat erbij zegt. En hij heeft een tweede bron zelf gebeld. En die citeert hij ook, dus dat is zijn eigen inbreng. Ja, dat is nogal mager en je proeft duidelijk dat Remarque zich daar ongemakkelijk bij voelt. Ja. Zo'n correspondent zit daar volgens mij om juist net iets anders te doen dan al die persbureaus al doen. Dus je vraagt je af, waarom doet zo'n man dat? Nou, ik vrees dat het veel vaker voorkomt en dat je dat dan niet merkt. Ik denk dat correspondenten natuurlijk, goede correspondenten gaan op pad en zijn onze ogen en oren in den vreemde eigenlijk. Maar het zal nu en dan zal er ongetwijfeld onder tijdsdruk of wat dan ook ook heel goed gekeken worden naar wat de persbureaus te schrijven hebben. Maar feit is inderdaad wel dat als je kookt met een beetje van Maggie, dat je Maggie dan wel even noemt. Ja, in dit geval Reuters. Over correspondenten gesproken. De correspondent. Lang hebben we erop moeten wachten. Er waren hooggespannen verwachtingen. Nou, inmiddels is het er. Het grote moment is geweest. Gisteren de lancering van De Correspondent. Dat is het nieuwe vehikel van Rob Wijnberg, de voormalige hoofdredacteur van NRC Next. Hebben jullie allebei een abonnement eigenlijk? Sinds gisteren. Ik ook, want ik wist dat je ernaar ging vragen. Dus ik heb gisteravond nog. Okay. Anders kan ik niks zinnigs zeggen. Maar ga je het ook declareren bij de publieke omroep dan? Om er in dit forum over te kunnen praten? Had dat gekund? Goed idee. Nee, dat kan niet. Dat kan niet meer. Ik zeg, ik vind het gewoon een prima aanwending van het geld dat ik hier en daar bedien. Wat is je eerste indruk, Roos? Ik vind het er mooi uitzien. Er staan ook sterke stukken op. Ik vond het eerste stuk wat ze hadden wel een wat taai verhaal over de muren. Ik hoop dat de correspondent zich nog wat meer gaat bekwamen in het iets frisser opschrijven van de dingen. Want het lijkt me wel aardig als je dan een experimenteel podium ook biedt, dat je dan nog iets meer experimenteert. Een beetje een eigen taal ontwikkeld ook, zoals bijvoorbeeld Geen Stijl heeft gedaan met de dood en zo, weet je wel. Nou, dat zijn woordjes, ja, dat kan je. Nou, ik weet niet, ik zie ze er niet voor aan bij de correspondent. Dat denk ik niet. Hoeft ook niet. Want geen stijl bestaat overigens natuurlijk al. Maar ik vind het wel. Ik steun het experiment sowieso. En ik moet wel zeggen, vanmorgen las ik in de Volkskrant een beetje een flauw stukje waarin stond dat ze meteen wat moeilijk gestart waren. Want Clupping deed niet mee, want die moest nog dingen voor de televisie doen. Er stond ook nog gewoon een hele domme fout in het stukje. Namelijk dat een satirisch stuk over het participatiegezin van Daan Windhorst, dat werd serieus als een serieus artikel gebracht. Terwijl er echt met koeienletters boven staat satire. Dus op zich moet je die hebben. Dus dat is ook nog eens niet handig. Maar ik vond het meteen zo flauw om te zeggen na de eerste dag, nou, er gaat wel van alles mis hoor. Ja, ze moet ook even de kans krijgen. Joe, je hebt het ook bekeken. Wat is jouw eerste indruk? Nou, eigenlijk vrij positief. Het ademt een enorm clubgevoel. Dus het deed mij ontzettend denken aan de Groene Amsterdammer. De Groene Amsterdammer is een aandeelhouder.
Dus dat vond ik grappig om te zien. Ook de reacties die eronder zijn is een totale tegenpol van wat je elders ziet. Het is namelijk allemaal enorm prijzend. Dus de correspondenten die voor de correspondent schrijven, die worden allemaal de hemel in geprezen. Ja, dus die mensen denken ook allemaal, ik heb ervoor betaald, laat ik er ook maar een beetje positief doen. Nou ja, daarom zeg ik, het geeft een soort clubgevoel. Hè? Je bent geen abonnee van een correspondent, maar je wordt een soort lid van een vereniging. Dus dat vond ik allemaal heel leuk om te zien. Wat ik ook positief vind, is dat de correspondenten zelf vertellen wat ze aan het doen zijn. En heel nadrukkelijk vragen om reacties, ook in gesprek gaan met degene die reageren. Waar ik een beetje bang voor ben op den duur, is dat het allemaal zo sociaal verantwoord is. Ja, ik ook. Dus het gaat nu over daklozen. Het gaat over muren, over apartheid. Het gaat over Arnon Grunberg tegen het nationalisme. Het is dus heel erg sociaal verantwoord. Gaat het de journalistiek veranderen? Nou, dat vraag ik. Nee, dat denk ik nu niet. Behalve dan dat je dus meer van een. Dat je ook dingen van een scherm tot je neemt. Maar dat is voor mij bepaald niet nieuw. Nee, dus dat is meer vorm dan inhoud. Inhoudelijk. Nou ja, waar ik ontzettend benieuwd naar ben. En dat is wat je ook al een beetje zei. Het is dus de bedoeling dat de auteurs ook een soort logboeken naast hun verhalen bijhouden. Waarin ze schrijven hoe ver ze zijn. En misschien ook waar ze stranden. Mm-hmm. Of dat ze een bepaalde bron niet kunnen vinden. En dat zou de journalistiek wel enigszins kunnen veranderen. Want dat maakt de journalistiek hoe dan ook op een bepaalde manier democratischer. In ieder geval krijgen we een inkijkje. En dat lijkt me buitengewoon prettig. Ja, ik las ook nog ergens dat iemand had dat een beetje bekeken, dat er nogal wat Nederlandse taalfouten in stonden. Oh, daar ben ik meestal nogal scherp op. D's en T's en zo. Oh, dan wordt het tijd voor een goede eindredacteur. Dat is jullie niet opgevallen. Voor internetjournalistiek viel het enorm mee. Want ik kom echt veel en veel erger tegen. Oké. Nou, voorlopige conclusie dus na één dag. Gewoon even de kans geven en eens een tijdje laten bezig zijn. En dan pas echt een oordeel vellen. Ja, ik ben echt best positief, moet ik zeggen. Nou, ook af en toe een beetje provoceren. Dat zou eens per week. Ja, daar houden dat we hoort er ook bij. Oké, hartelijk dank dat jullie hier waren voor het Mediaforum met z'n tweeën. Roos Slikker en Tjeu Vaassen waren dat. Dit is Radio 1. Lunch.